Ja, mevrouwtje. Ik weet het. U belt precies om het verkeerd, mevrouw. We zitten in onze lunchtijd. Ja, als u nou over een minuut of 10 even terugbelt. Hè? Goed zo, dag mevrouwtje. Jongen. Ja, je ziet het. Het is in onze bedrijfstak altijd een gekhuis. Er is altijd wat te doen op dit kantoor. Een bijenplaag, een wespenplaag, een rattenplaag. Maar soms gaan we ook op kantoor. Als mensen niet bellen, gaan we soms ook op een patrouille. Dan gaan we naar winkelcentra's of ja, weet ik veel waarheen. En dan, dan gaan we op patrouille. Mensen vinden het fijn dat wij dit werk doen. Mensen houden van ons. Nee, dankjewel. Belde u met ons? Nee. Voor de ratten? Nee, ik wil niet met jullie. Voor de rattenbestrijding? Nee. Ik hoorde dat die ratten waren. Muizen. Heb je last van ratten? Ja, je hebt last van ratten. Hebben geen last van ratten. Jawel, wij hoorden dat je last had van ratten. Nee, zo duur zijn wel. Oprotten. Nee. Oprotten? Nee. Wat oprotten? Moet ik even houden? Hey. Ik weet je te wonen. Jullie zitten daar ratten. Nee, hallo. Die man wil niet. Ja. Die man wil wel. Die man wil wel. Waar zitten ze? Gaan we bij de buurman zitten zeuren. De buurman die heeft geen last van ratten. Heb jij last van ratten? Nee. Geen maar, heb jij last van ratten? Kijk uit, achter bij je voet. Oh, kijk uit. Mevrouw, meneer, mogen we dat sketch even inspecteren? Meneer, zullen we dat even... Ratvrij is hier uit. Zitten er geen ratten in? Meneer, het lijkt me niet verstandig als we nu op de brommer gaat zitten. Ik kom van ratten voor mevrouw. Nou. We willen u verlossen van de ratten. We proberen hier ons werk te doen. En we horen constant... Kijk, zit u? Mensen zijn blij met ons. Ja. Mensen die houden van ons. En mensen vinden het fijn dat we er zijn. We doen ontzettend goed werk natuurlijk. Het is echt een hele dankbare baan. Ja, de naam van ons bedrijf is voor sommige mensen een beetje onduidelijk. We heet eigenlijk gewoon de Ghostbusters naar de film. Nee, we worden altijd de Ghostlifters genoemd. En ja, het is een beetje onduidelijk. Zo. Dat hebben we wel gedaan. Verder gaat alles goed voor je. Ja, verder gaat alles goed. Oh nee, dat wou ik echt weten. Ik kan het wel. Ik maak me zo. Ik maak me. De lippen stief niet op. Ik heb mijn lippen stief niet op. Zo, wat blijft die bediening? Hey, nee, dat ken ik. Hey, wat je nou doet, is altijd PR, ja. Nou, als je denkt dat we hier wel wat zullen vinden. Ratten? Ja. Oh, hier zitten ratten. Zit er aan ratten? Heeft hij last van ratten? Nee hoor. Geen last van ratten? Volgens mij zijn er ratten. Hele grote. Zo, ja. Zijn gemuteerde ratten. We komen zo terug met beter. Komen die rattenplaag snel... Dit was niet te handhaven. Dit. Nee, als u even door had gebeld, dan hadden we de juiste materiaal. Volgende keer kunt u bellen, hè? Meneer, vervoert u daar nou illegaal rat? We gaan controle. Nee, maar vanzelf, je zit hier onder. En dan loopt het pakje, hier. Kom. Waar denk je heen te gaan met die ratten? Meneer, zeg even. Ja, maar dat klopt nou, dat moet wel gaan werken. Waar ik was. Aan de slag. Zijn we gewend. Het woord ghost klopt natuurlijk ook niet helemaal, want iedereen weet natuurlijk dat spoken niet bestaan. Dat nummertje van Bassie en Adriaan van spoken bestaan niet, spoken bestaan niet, maar la la la. Ja, maar goed, we houden ons voornamelijk bezig met rattenplagen, insecten, daar zijn we eigenlijk druk genoeg mee. Ja, nou, wat er natuurlijk ook veel gebeurt is dat mensen ons op straat aanhouden en van alles willen weten over ons vak. En ze zijn over het algemeen ook heel erg geïnteresseerd in onze apparatuur. Hey, waar zijn ze? We hadden hier een melding van ratten. Geen rattenplaag? Waar zitten de ratten? Wel boel kauwgomballen. Zoetigheid en ongedierte, dat kan nooit... Dat kan nooit samen, jongens. Nee. Dat is foute boel. Hele dikke ratten.
Er moet hier ergens... Een rat zijn. Ja, maar jongens, dit is Foute Boel. Ik kan er niet al deze zoetigheid en ongedierte. Dat kan gewoon niet. Is er nog iemand die dit serieus neemt of waar zijn we mee bezig? Waar is het geconstateerd, de ratten? Ja, maar dat kan niet. We hadden een melding. Mijn taak is de onderhoud en aanschaf van onze apparatuur. Fantastische apparatuur. Dit is bijvoorbeeld een alleszuiger. Hij lijkt verdomd veel op een normale stofzuiger. Maar met stofzuigen kan je stofzuigen. En wat je hiermee kan zuigen, dat zal ik u vertellen. Dat is alles. Het is hartstikke gevaarlijk, weet ik wat wij doen. Even een goed gereedschap aan. Hier staan we... Kom op, bewapenen. Ja, dit is wel mooi. We moeten erop af. Nog lekker in de hand. Hey, niet te duur, hè? Mooi, hè? Niet te duur, hè? Gewoon lopen. Kom op, jongens. Nou ja, apparatuur, daar weet ik vrij weinig vanaf. Neem dit nou bijvoorbeeld. Geen idee wat het is. Ja, man, dat is mijn tosti-ijzer. Liep er al die tijd om naar te zoeken. Ja. Mijn taak is de public relations binnen het bedrijf, de PR. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk om een goede naam naar buiten te brengen, naar de mensen toe. Sinds kort hebben we zelfs een eigen reclamespotje om te laten zien dat wij goed bezig zijn. Chiara, ik weet niet wat ik moet doen. Ik zie het niet meer zitten. Ik... Weet u niet meer wat u moet doen? Zit u er helemaal doorheen? Ziet u het niet meer zitten? Nog steeds last van die rattenplaag of die ene mug die u al de hele nacht wakker houdt? Geen paniek, uw problemen zijn opgelost met één belletje. U hoort het goed, één belletje. Schroom niet, bel nu 06-516-29-395. Schroom niet, bel nu en bel bij uw eerste bestelling een gratis opblaaskrokodil. Ter waarde van 2,95. Echte professionals, mannen die weten wat ze doen. Bel ons, de Ghostwriters. Jongens, we moeten in actie komen, jongens. Er is net gebeld, een belangrijk telefoontje. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar we moeten ogenblikken. Ja, we moeten gaan, hè? Uit van de deur, kom op. Snel, schieten. Op, schieten. Ja, op. Zitten jullie nog een beetje op, want het is echt nog ver rijden. Ja, rijden, hoezo rijden, man? Dat verdorie, jongen, rijden. Waar hebben we het nou over? We hebben toch geen auto? Hoezo, wat dan? Blaastest, feestje, wat wil je nou hebben? Dan pakken we onze alternatief wel. Alternatief? Wat? Oh, is dat je alternatief? Ja, moet. Nou, kom op, we moeten opschieten. We hebben een klant, eigenlijk. Ik fiets wel. Wat ben jij nou weer aan doen met je mobiel? Even twitteren dat we onderweg zijn. Ja, dat zijn we niet. Spring achterop, kom op, snel. Kom op, de klant zit er wachten. Ja, achter, hey, ik ja. Oh, jongens, de cameraman. Zoals u ziet zijn we op het ogenblik op het plaatsdelict aangekomen. We zijn zo'n 15 minuten geleden gebeld door een mevrouw en die was heftig in paniek. Dus we vermoeden dat er wat ernstigs aan de hand is. En we vrezen het ergste, dat kan ik u wel vertellen. Jongens, hallo! Hallo, iemand thuis? Hallo! 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 Hallo. Oh, wacht, wat pak je dit in? Hallo! Hier bovenlangs, man. Kom, als je hier dan gewoon hier bovenlangs. Ja, en hier. Oh, dat schiet toch niet op? Deze zijn die mensen thuis of niet? Hallo? Geef me even een pootje. Ongelukkig, hey. Wie zijn er? Hey. Ja, we zijn er. Ja, natuurlijk. Ja, kom op, jongens. Kom op, die mevrouw heeft ons helemaal nodig. Kan ik u misschien een kopje koffie aanbieden? Koffie? Koffie? Het is 10 uur geweest. Jullie zijn een pilsje, een cognacje of zo. Ja, ik vind die wat sterker zo raar. Nou, ik heb hier een alcoholvrij huis, er leven jonge kinderen. Nou, en? Dat hoort gewoon bij ons werk. Maar goed, mevrouwtje, dan doen we dat straks misschien wel even. Kunt u mij even vertellen waarom u ons precies gebeld had? U klonk nogal dringend aan de telefoon. Ja, vanochtend vroeg hoor ik echt heel erg gebonk. Vanochtend vroeg? Ja, in de slaapkamer. Gewonk in de slaapkamer. Hey. Denk toch eens aan die klanten. Wie zegt dat allemaal kost? Nou, mevrouwtje, ik zal het maar zo zeggen. Gaat u ons maar even voor en blijft u wel even uit de buurt. Want dat kan wel een beetje gevaarlijk gaan worden.
Dus als u ons even wil wijzen waar het beest te vinden is, gaan wij hem voor hem aanpakken. Let's get serious! Die deur, mevrouwtje? Ja. Mevrouwtje, pak die deze dan maar even op, want... Hou jij hem tegen? Ik pak hem. Mevrouwtje, blijft u maar even hier, want dat kan wel gevaarlijk worden. En ik laat de jongens maar even naar werk doen. Het zijn professionals. Het zijn professionals. Help! Er is geen... Help! Wat is er aan de hand? Help! Het is een flinke help! Wat is er? Ga helpen! Ga helpen! Wat is er aan de hand? Ga helpen! Wat is er aan de hand? Hier. Hier. Hij zit erin! Ik heb hem! Pak de tape! Tape! Pak de tape! Pak de tape! Ik hou hem niet! Tape. Ja! Tape! Ah! Cor! Bij! Pak de tape! Cor! Sowieso, mevrouwtje. Dat was dat! En wat zit er in die doos? Nou, ik denk dat u dat liever niet wil weten. Maar ik zeg altijd maar zo, opgeruimd staat netjes. Opruimt het netjes? Ik wil u niet onderbreken, maar wij moeten er echt vandoor. We hebben een andere afspraak. Ja, mevrouw de Zwaar ook. En u weet het, hebben we wat afgesproken. Bij onze kennismaking krijgt u van ons een grote groene krokodil. Veel plezier ermee, tot ziens. Ja, opschieten jongens. Ik ga even los. Wat een rotzooi. Ja, maar een paar minuten. Pas op, houden jullie afstand. Dit is alleen het... Veilige afstand bewaren.